Ja, Mike, gefeliciteerd met een mooie overwinning hier op je debuut. Begin dit jaar won je je tourkaart, of eigenlijk met een gelukje kreeg je je tourkaart, mocht je die behouden. Nu sta je hier op een podium met een volle zaal in Amsterdam en win je gewoon je wedstrijd. Dat moet lekker voelen toch? Ja, tuurlijk. Zeker weten. Dat is super. Inderdaad, begin van het jaar was het net aan. Kyle Anderson die inderdaad zijn tourkaart inleverde. Nou ja, wat er daarna gebeurde, dat is helemaal niet normaal. Maar nee, ik ben super blij dat ik hier nog mag zijn. En daarom is dit helemaal fantastisch. Dit, als je op dit soort toernooien mag staan, zeker in eigen land, ja, dan ja, dat voelt super goed. Dus ik ben heel blij. Ja, we hebben je natuurlijk niet heel vaak op tv zien gooien, maar voor mijn gevoel, misschien ook omdat je natuurlijk aan de winnende hand bent, was het echt meer, zeg maar, meer geschreeuw als je je finish uitgooit, meer als je jezelf op hebt. In ieder geval, lag dat aan de Nederlandse zaal die achter je stond? Nou, de spanning stond er wel een beetje op inderdaad. Ik heb heel de dag al sinds dat ik uit bed kwam vanochtend, dat ik een beetje spanning heb. Dus elke keer dat je dan de dubbel gooit, dan... Ja, er komt er een ontlading vrij. Ja. En zeker met zo'n zaal achter je, dan is dat fantastisch. Dus dat, ja, daarom dat er wat meer geschreeuwd werd. En dan moet het heerlijk voelen om dan juist die winnende leg te gooien met zo'n geniale finish. Ja, die was ook lekker, inderdaad. Ja, daar ben je super blij mee. Ja, het was, wat ik net ook al zei, het was niet een fantastische pot. Gelukkig was ik met dubbels goed. En ja, om dan met zo'n finish te eindigen, dat is natuurlijk extra lekker. Volgende wedstrijd tegen Michael van Gerwen, ja. Het is een lastige tegenstander natuurlijk, maar kijk je er toch naar uit? Tuurlijk. Nee, ik kijk er zeker tegen uit. Ik heb Michael al een paar keer getroffen en nou ja, dat is gelukkig goed gegaan. En morgen is weer een nieuwe wedstrijd en we gaan zien hoe het loopt. En, ik hoop dat ik gewoon qua gemiddelde mijn spel even wat hoger kan tillen. Want scorend was het niet goed genoeg. Maar op de dubbels was ik goed. Dus als ik dat morgen ook weer kan zijn, dan ben ik tevreden. Ja, nogmaals gefeliciteerd en succes morgen. Dank je.